Hé, hey, dat is Mexicaans. Hoe raak je dat zo? Ja, maar per wat eten we vandaag? We eten vandaag een bruine bonensoep met quesadillas. Nou, Mexicaanse kan het dan niet. Lekker, hè? Wat hebben we nodig? Begin jij maar, met de hoofdmoot. Met de hoofdmoot. We gaan lekker bruine bonensoep maken. Daarvoor hebben we nodig gekookte bruine bonen, limoen, voorgekookte mais, crème fraîche, koriander, uitje, onze grote vriend, de chipotle-pepers. Yes. En we hebben hier knoflook. En een beetje water, olie en peper en zout. Voor de quesadillas hebben wij nodig tortillas, olijfolie, cheddar en manchego. Super easy. Let's go. Yes, we gaan beginnen met het maken van de soep. Die duurt het langst. Dus we hebben hier daarvoor een heel mooi pannetje. Hoppakee. De soeppan en de fik gaat er gelijk in. Pannetje warm. Dan ga ik voor jou vast het ei knipperen, Per. Ja joh. Ja. Lekker joh. We kunnen ook gewoon grove stukken, maar snijd maar gewoon fijn, want dadelijk gaat toch die grasmaaier gaat er doorheen. Miep. Want het wordt een mooie gladde soep. Dus ik snij hem gewoon lekker chop. Kom gewoon op. Hartstikke datse. En die gaat gelijk het pannetje in. Ja, want dit is eigenlijk een heel snel gerecht. Eigenlijk kan je gewoon met een kwartiertje aan tafel zetten. Soepjes. Ik maak thuis ook heel veel soepjes. En dan ga ik gewoon naar de Turkse supermarkt, haal ik willekeurig wat groenten. Soep in de pan in. Ja. Supermarkt. Hoe komt het erop? Weet ik niet. Oké, de knoflook is gesnipperd. Die gaat ook gelijk bij de uien. Hatsa. Lekker. Lekker uitbakken. Dan gaan dadelijk die chipotles, die gaan erbij, die gaan we meebakken. Dit is als je umami herkent. Dit is gewoon instant umami. Fucking nice. Ik ga even de big switch, want deze. We gaan namelijk ook de maiskorrels, of de maiskolven. Die gaan we grillen. Ik kan deze lekker doorbakken op die andere pit. Dan hou ik mij in de middels. Ja. Alvast een beetje bezig met de toppings, want we gaan Willem binnen een kwartier aan tafel. Kijk, deze gaan we gebruiken om te garneren. Alleen de steeltjes, die bewaren wij. Hatsiki datsi. Die snijden we een mooi fijn en die gaan dadelijk door de soep heen. Nou, voor de mensen die niet van koriander houden, kun je eventueel peterselie gebruiken, maar wij houden van koriander. Maar... Ik vind hem lastig. Ik vind hem lastig, maar ja, het kan, het kan. Het kan, het kan. Dan krijg je eigenlijk een Franse touch, een Franse touch. Nou, als volgende topping pak ik de schil van de limoen. We gaan de toppings los van elkaar bewaren. Dus we hebben dadelijk crème fraîche, mais en lekker deze limoenschillen. En dat zit. En dan kun je er zelf aan toevoegen. Hoe jij het lekker vindt. Kijk, de uien, knoflook, die zijn lekker aan het bakken. Die hoeven niet helemaal kapot gebakken te zijn. Ik heb hier die chipotles in adobo. Kijk dan. Ik zou kijken, je kan thuis één of twee van die pepertjes gebruiken. Wij hebben er nu drie in zitten. Mocht je niet zo heet willen eten, want die chipotle peper uit dat blik is toch wel een beetje heftig. Ja, is heel heftig. Mocht je daar helemaal niet tegen kunnen, dan kan je in principe ook gewoon gerookt paprika poeder nemen. Dan moet je wel zorgen dat je niet die hete pakt, maar gewoon alleen gerookt zoet paprika poeder. Klaar. In principe ook die gerookte smaak. En die umami zit erin. Ja. Dus heel belangrijk in dit gerecht. Even denken, dan zou je bijvoorbeeld tomaten uit blik en een beetje voor dat zuurtje, want die hebben die pepers ook. Tomaten uit blik en dan gerookt paprika poeder. Ik heb hier de limoenschil, die gaan we apart bewaren op een schoteltje. Oh, zit die ernaast. Kets. De chipotle, die is lekker aan het meebakken. Boontjes erbij. Hoppa. Hoppata. Lekker meebakken. En dan gaat water erbij. Gaan we het lekker helemaal strontgaar sudderen. Ik snij die limoentjes ook nog even in partjes. Die bewaren we er ook nog naast. Ook als garnituur. Want dat zuur trekt dadelijk al die smaak omhoog. Kijk eens. Ja. Yes, steltjes erbij. Komt ie. Water erop. En dit is soep. Want waar water is, is soep. Nee, toen ik vroeger klein was, kan ik me herinneren, was een kerstdiner op school, zat ik in groep 5. En toen mocht ik kiezen uit een soep. En er was alleen nog maar bruine bonensoep. En ik ging bijna huilen, ik wil tomatensoep. En toen kreeg ik dus die bruine bonensoep. En die was lekker, joh. Ja? Er was in één keer die smaak en toen was in één keer een bonensoep. En toen dacht ik, hey, what the fuck? Weet je wat ik had? Toen was ik nog kleiner. Die kleine potjes, die kindermaaltijdjes. Ja, dag.
met bruine bonen, dat was mijn lievelings. Maar hoe oud was je dan? Ja, die at ik tot mijn 12e. Nee! Zo, dat vind ik lekker, jongen. Dat zat nu een beetje stoofvlees in. Zal jij nu... Nee, serieus. Niet liegen. Ik ga dat wel eens een keertje proeven nog. Ik denk dat je... Je hebt toch... Dan heb je een soort smaak dat je memory lane hebt. Volgens mij ga je dan helemaal... En dan doe je één tikje zout zo erop, dan is die op smaak. Helemaal flashback. Helemaal flashback. De maiskolven. Even in olie lekker. Dan grillen ze net wat beter. Pakt hij net wat meer hitte. Alsjeblieft. Lekker rustig. Ze zijn al gekookt. Ze hoeven alleen maar zo'n bruine streep te krijgen. Dan gaan ze eraf. Dan gaan we de korrel van de kolf afsnijden. Dus dat wordt ook weer een topping. Ik rasp lekker deze kaas. Hij is wel major zacht. Ja. Dat is meer een soort wrijfdeeg geworden. het komt net goed. Maar dat smelt dadelijk wel lekker weg tussen die quesadilla. En dat in de herfst. Hè? Lekker in de herfst. Nee jongens, we hebben een topherfst. Kijk. Dit is lekker jongen. Kijk dan. Op die plankie. Kijk dan weer mooi. Ja, nou laat dit maar gewoon lekker koken. Dan gaat Taak die staafmixer erin. Die straaljager erin en klaar is Kees. En hoe heet ze ergens eind december? Kerstdia's. Ja toch? Kijk eens lekker wat kaas. Nu zijn het nog tortilla's. En dan gaat die moxie kaas erop. Gemixte kaas. Lekker man. En dan in het pannetje. En wat wel belangrijk is, is dat je hem even goed tot het randje bekaast. Is een klein beetje de chance super. Olie in de pan. Oké, okay. De pan is erg heet. Ik haal hem ook gelijk van het vuur, anders verbrandt gelijk je tortilla. Nu gaat de kaas smelten. Ja, quesadillas is een Mexican breakfast staple. Dat eet je gewoon, ja, dat is gewoon de tosti, de Mexicaanse tosti. Iedereen heeft daar van die flour tortillas thuis. Het is Mexicaanser dan de taco. Want het is, je bakt het gewoon lekker op zo'n plaat. Wat de croque madame... Franse croque madame is de quesadilla in Mexico. Maar echt. Je kan alle soorten kaas erop gooien. En dan is het kaas quesadilla. Super simpel, super makkelijk. Eén druppie olie in de pan. En het is zo fucking lekker. Kijk eens, dit is top, jongen. Dit is lekker. Ja, dit is lekker. Hey, ga je anders in de tussentijd die ik soep ga gelijk opmaken? Pureren. Ik ga pureren, ja, dan kunnen we aan tafel. Gelijk aan tafel, man. Aan tafelen. En in de tussentijd snij ik ook gelijk mijn laatste garnituur los. En dat zijn de maiskolven. Dus ik snij hem door de helft en daarna snij ik deze klaar. Zo rondom de maiskorrels weg. Ja, ik ga hem bevrijden. Ga jij maar door. Hoppa, quesadilla 1. Yes. Pannetje weer even van het vuur. Kijk, want deze is natuurlijk wel iets groter dan die onderste. En dan gaat hij. Nou ja, ik heb hier die pan met soep. Het is wel tof hè, door die bonen gaat hij helemaal binnen die soep. Ja, tuurlijk. Yes. Alright. Quesadilla. Even turnen. Even proeven. Even goed proeven. Nou, smaakt nergens naar. Zuur en zout. Kijk eens, een beetje zout. Kijk, een beetje peper. Die kan eraf. En een squeeze lemon. Deze kan eraf trouwens. Hoppa, die is klaar. Het vuurtje af. Beetje warm hier. Nou is die wel lekker. Dat denk ik wel. Klaar, dit is hem. Ja, dat is fucking niet normaal. De bonensoep, toen die klaar was, ga je proeven. Ja. Is vlak. Vlak. Twee dingen. Zout en limoensap. En weet je, en dat is het. Als jij goed kijkt naar dat Mexican street food ook. Ze maken bijvoorbeeld of een tacootje of een dingetje. En dan gaat altijd zo... Koriander ook. Koriander en limoen, dat zijn die knallers. Nou, die soep is nu al lekker. Chris zegt het, jongen. Ze hebben net een hapje op. Super lekker. En nu gaan we hem nog even lekker op smaak brengen. Even die crème fraîche altijd even losroeren. Even lobbig. Even lekker lobbig. Lekker lobbig. Crème fraîche. Hoppa.
Hoppa. Een squeeze limoen. Takje gezelligheid. Oh jongens, kijk eens aan. Dit is hem. Dit is hem. Bruine bonensoep met quesadillas. Oh, heerlijk. Heerlijk. Even. Ik kan niet wachten. Ja, lekker schuiven. Top tosti. Zo, dit is kick. Sowieso tosti koning. Ik heb een fles erbij. Het is wel lekker pittig. Je kan variëren toch met die botten? Ja, als je niet van pittig houdt, kan je bijvoorbeeld ook alleen gerookt paprika poeder gebruiken. Maar die chipotles, ja, die geven toch wel even die kick erin. Samen met die limoen, koriander, kijk, een beetje mais. Echt lekker, man. Echt een geslaagde soep. Echt, je bent binnen 20 minuten klaar. Ja. Check 24kitchen.nl voor het recept. En wij gaan lekker verder eten. Dank jullie wel. Heel erg. Jongens, tot de volgende. Hoi, hoi.